heb wat meegemaakt dat niet echt zo heel erg leuk is. Hoi. Ik ga knoeien. Sommige mensen waren echt flabbergasted dat ik dit had gedeeld. Ik ga woensdag voor een week weg. Ik heb dus wel de hele tijd mijn topje verkeerd. Kijk maar. Zie je? Dat was echt lang geleden hoor. Papaya in mijn hand. Of het is die klei die ik daar insnui. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video. Ik heb echt super goed nieuws. Nieuws, gewoon nieuws. Ik kom vanavond op tv. Ja, het was echt out of the blue werd ik benaderd door RTL Boulevard. Of ze een stukje van mijn video mochten gebruiken over mijn miskraam. Omdat ze wat meer awareness, ik weet even niet hoe je het in Nederland zegt. Wat meer bewust. I don't know. Maar ja, jullie weten wat ik bedoel. Eerst was het super eng. En ik ben ook totaal uit mijn comfortzone gegooid. Want dat komt vanavond al op tv. En mezelf op tv zien vind ik nogal spannend hoor. Ja, ik vind het eigenlijk best wel engig eigenlijk of zo. Ik weet het niet. Ik vind het spannend en eng en ja, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ik was vanochtend al 6 uur wakker ook, omdat ik niet meer kon slapen door de zenuwen. Ja, dat. De vrouw van Robin Thicke vertelde deze week over de heftige periode waar ze een miskraam kreeg. Hoewel steeds meer stellen hier eerlijk over zijn, wordt er maar weinig over gesproken en moet daar verandering komen. Ik heb wat meegemaakt dat niet echt zo heel erg leuk is. Ik wist ook niet wat ze gingen gebruiken. De intro dus ermee hadden gedaan. Het was alleen echt super, super zenuwachtig. Ja, ik was gewoon helemaal hyper all over the place. Buikpijn, kent wel, verhoogde hartslag. Everything. Dus wat meer bespreekbaar wordt voor heel veel mensen. En dat het niet zomaar iets is. En dat het wel echt tijd nodig heeft. En dat je er echt wel over mag praten. Dat soort dingen gebeuren. En ja, ik vond het gewoon heel mooi. Ik vond het een heel mooi stukje. En ik vond het ook heel mooi gezegd. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen. Want dat wilde ik echt zo super graag. Dat het meer in the open. Ik weet echt niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Dat het dus meer bespreekbaar wordt. En als ik daar iets aan kan doen door dit soort dingen, dan ben ik al heel blij. Sommige mensen waren echt flabbergasted dat ik dit had gedeeld. Ik dacht echt, waarom doe je dat? En sommigen vonden het juist weer heel sterk. Ik heb hier ook in mijn hart gevolgd. Een hele goede morgen. Oh, mijn haar zit echt weirdo. En koffie. Ik moet zeggen, ik heb net gesport en mijn booty workout begint echt te helpen. Ik ben echt zo proud of myself. Nu dat ik na mijn workout doe ik altijd een sapje of een smoothie. En ik had gisteren papaya gekocht. En die zagen er echt super lekker uit bij de Lidl. Kijk, ik heb hier mijn papaya. Ik heb die andere helft heb ik helemaal uitgelepeld. Want zo zacht was die. Kon ik gewoon zo Duits graven. Goor, het ruikt echt naar oude vis. Maar het is echt super, super, super gezond voor je. Dus die heb ik er ook in gedaan. En een banaan, chiazaad, rijstemelk, papaya natuurlijk. Oh ja, en persik had ik erin gedaan. Papaya in mijn haar. Papaya in mijn hand. Ik merk toch als je fruit en helemaal veganistisch gaat eten. Want hiervoor was ik wel sowieso vegetariër. En ik at ook geen, of ik dronk ook geen melk en ik had ook geen eieren. Maar af en toe wel kaas en af en toe wel vis. Eigenlijk een hele rare weirdo constructie, I know. En nu probeer ik langzaamaan gewoon weer helemaal veganistisch te worden. Volhouden. Omdat ja, ik ben gewoon echt, ik hou van kaas echt. Daar ga ik niet over liegen. Ik hou van vis. Ik hou echt super veel van vis. Dus ik probeer het sowieso heel weinig te eten. Ik moet er echt, 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 echt super veel zin in hebben wanneer ik vis eet. Dat wilde ik vertellen. Want ik merk wel, als je echt helemaal veganistisch eet en je gaat sporten, dan heb je wel veel sneller resultaat. Kijk dit. Dat was echt lang geleden hoor. Pro, pro, pro. Ik had eigenlijk helemaal geen kont. Je kon gewoon zeggen dat ik geen kont had. Het was gewoon helemaal plat. Dus het lijkt misschien niet veel, maar voor mij is het wel echt veel. Is mijn reet nu? Ik heb dus wel de hele tijd mijn topje verkeerd om. Kijk nou. Dit groene goedje is dus een bom van eiwitten. Want in spiruline zit 70% eiwitten. Iets voor wat ik zelf nog nooit heb geprobeerd. En dit dus de eerste keer is dat ik dat ga proberen. Kijk, en als het me dus bevalt dat ik het vaker ga kopen. Als ik het... Ja, het ruikt sowieso echt niet lekker naar vis, zoals ik al zei. Maar nu dat ik het in een smoothie heb met bananen en alles erbij. Is het eigenlijk super lekker.
Het is zo zoet. Dit wordt echt een recept die ik in mijn receptenboekje. Iedere keer wanneer ik dus bijvoorbeeld iets nieuws uitvind qua recepten, dan schrijf ik het altijd op en dan bewaar ik het. Anders weet ik niet meer hoe ik het heb gemaakt. Want in het verleden had ik heel vaak recepten gemaakt en ik weet mijn god nu niet hoe ik ze moet maken. Dus nu schrijf ik altijd alles gewoon op. En gelukkig heb ik het nu ook gefilmd. Proeven toch? Ja. Je mag eerst even papaya proeven. En daarna? Heb ik een smoothie en dan wil ik weten wat jij ervan vindt. Oké. Okay. Dat vind ik niet zo. Niet lekker? Papaya is hartstikke lekker, joh. Nee, ik heb geen rietje. Ik wil weten. Lekker, lekker. Lekker. Lekker, hè? Je hebt helemaal groene. Maar heerlijk. Wij gaan vandaag iets leuks doen met de jongens, want Nick gaat woensdag voor een week weg en dan ben ik alleen met de jongens. Dus vandaar dat we vandaag even wat leuke dingen gaan doen met elkaar. En ik neem mijn vlogcamera, zoals je het wil, gewoon mee. Ik heb net aangekleed snel. Ik heb dit aan. Gewoon simpel, basic. En ik had nieuwe oorbellen gekocht bij de Zara. Ja, Zara was het. En die ben ik wel echt helemaal fan van geworden. Die vind ik echt super, super leuk. Best wel. Hebben jullie er zin in? Ja. Heb jij er zin in? Maar hij noemt het steeds Minionstad. Het is Maduro Dam. Het is een Minionstad. Zie je? Boe. Boe. Ja, schat, wat is dat? Een huisje? Een rood huisje. Wat was dat? Mooi! Wat was dat nou? Een waterval. Een waterval. Waterval, hè? Ja, stil. Oh nee! Hij gaat knoeien. Er gebeurt niks. Kom maar, loop maar. Is alleen een beetje water. Ga maar. Niks aan de hand. Kijk, dit is de trein. Ja, daar gaat hij weer. Oh, hij keert om. Hij doet hem weer les. Jij deed het altijd al hoor. Vertrekken. Kijk dan even, daar gaat het vliegtuig. Daar. Hij gaat nu in weer. Ja. Zo, we hebben echt al heel veel leuke dingetjes gezien. Alleen het is wel een beetje... Oh ja, daar gaat hij weer. De vliegtuigen vertrekken de hele tijd. Het is wel een beetje druk vandaag. Dus we moeten iedere keer een beetje wigwammen door de mensen heen. Herken je dat? Oh ja, Heinekenbrouwerij. Super. Zo grappig om te zien hoe klein het dan is. Maar toch ook wel weer groot. Ik had een 9, jij had 5, maar ik had 1. Oké, maar ik was wel goed, toch? Ja. Oké dan. In missen. Want anders missen we de show. Ja. Hoi. Ik ben helemaal gepicasso'd door mijn zoon, zoals je ziet. Ik ga boven even een maskertje doen. Doe maar een maskertje, joh. Even pamper routine voor mij. Wat wil je allemaal? Een pamper routine. Doei! Een pamper routine? Een pamper routine. Routine. Wacht, ik moet ook werken. Alleen voor mij. Ik moet ook werken. Maar ga jij werken? Ik ga lekker pamperen. Ik had het zo druk deze week. Ook met dat Nick weg was en zo. Maar die vlog komt volgende week online. Dan zullen jullie zien waar hij naartoe is gegaan. Maar toen moest ik dus alles zelf doen. Wacht, ik ga dit even afhalen. En ik dacht, weet je wat, vanavond ga ik lekker tijd voor mezelf inplannen. Bij de natuurwinkel. Deze. En ik zat te denken om te gaan mediteren dan. Ik heb een nieuwe techniek met mediteren. Dus tegenwoordig doe ik een kaarsje aan en dan kijk ik naar het kaarsje. Brightening. Oh, ik heb het niet echt heel netjes gedaan ofzo, maar het stond hier in mijn wenkbrauw. Nee, maar niet uit. En die ga ik dan even op de grond zetten. Hier gewoon middenop. Met wat kussentjes. Ik kan niet zo goed praten, want het begint hard te worden. En ik heb hier mijn stickertjes van Memphis. Dit is trouwens echt mijn favoriete liedje om lekker op te mediteren. Ja,
heel even nog op bed liggen. Want tijdens het mediteren werd ik best wel een beetje moe. Volgens mij heb ik eigenlijk een loopneus. Of het is die klei die ik daar in snij. Ik ben een beetje onrustig of zo ergens. Het doet me denken alsof ik Phantom of the Opera ben of zoiets. Ik heb toch maar even mijn laptop erbij gepakt. En hij is nog steeds niet droog. Hoe bedoel je, ik heb zo geen geduld hiervoor. Gaan chillen. Maar ja, als je niet kan chillen en je bent onrustig, dan heb je dit dus. Weet je wat super leuk is? Dit. Ik ben een oma! Heb je mijn rimpeltjes gezien? Oké, ik ga het nu afwassen. Oké, net mijn masker afgewassen en nou, het ziet er nog een beetje rood en geïrriteerd uit, maar we zullen zien hoe dat uitpakt. Ik ga nu lekker even een warme kokosdrankje nemen en dan ga ik lekker tv kijken. Wil je proeven, Les? Hij is met kokos en kaneel. Hij is wel een beetje warm. Moet echt als avonddrankje. Ja, wel lekker. Memphis, wil je ook proeven? Ik vind hem in ieder geval lekker. Echt super, super, super lekker. Zo, ik heb Memphis en Mickey Mouse deken. En wij gaan nu lekker heel erg chillen. We hebben een broodje aan het eten en ik ga de film kijken After the Ball. En het is echt weer zo'n cold chick flick met mode en dat soort snit. Kijk, hij kijkt ook op de iPad. Hij kijkt Incredibles voor de 200ste keer, dus ik had geen zin om nog een keer Incredibles te kijken. Ik ga nu iets voor mezelf kijken. Kom dan, kom erbij. Kom erbij. Goed zo. Kom je er gezellig bij, hè? Nou, dit was alweer het einde van mijn vlog. Ik ga nu lekker slapen, want ik ben echt kapot moe. Ik zie jullie bij een volgende video. En slaap lekker. Bless you. Love you. Tot mijn volgende video. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. Op mijn hoofd dadelijk ergens. Zie je mijn hoofd zo voorbij komen. En dan moet je daarop klikken. En dan ben je geabonneerd. En ook het belletje. Doei doei!